Dan moet het overweldigend zijn geweest wat er vanmiddag hier in het Palmanstadion allemaal over je heen gekomen is. Ja, dat is werkelijk... Dan kan een levend mens bijna normaal gesproken krijg je dit soort dingen pas op je begrafenis te horen volgens mij. Ik heb het fantastisch gevonden. Ik mocht de afgelopen 4 dagen niet op het stadion komen omdat allerlei dingen georganiseerd waren. Nou ja, ik heb het vandaag kunnen zien. Ik heb genoten. Was jij verrast met zoveel mensen en met zoveel bekende mensen uit de voetbalwereld? Nou ja, je hebt natuurlijk 19 jaar daarin meegelopen. Maar dat er zoveel zouden zijn... Dat kreeg ik wel een beetje mee, maar dat je dan toch nog ook door de gemeente Almelo, van de gemeente Almelo, de erepenning van de stad Almelo krijgt. Als echte Almelo, iemand die van de stad houdt, is dat heel bijzonder. Ondanks het feit dat ik toch wel menig robbertje met de gemeenteraad en de wethouders enzovoorts heb uitgevochten. Ja, dat was inderdaad zo, want toen vooral met de bouw van het stadion, toen heeft het heel lang geduurd voordat jullie op één lijn kwamen. Maar sinds Arjan Gerritsen er is het toch het klimaat aanzienlijk verbeterd. Ja, gelukkig wel. We hebben een fantastische burgemeester. Ook met de vorige burgemeester kon ik persoonlijk wel goed opschieten. Maar er zat weinig beweging in. En ja, dan moet je zo nu dan wel een keer je rug rechten. Omdat ik ook vanmiddag een koninklijke onderscheiding heb gekregen. Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ja, dat is wel heel bijzonder, moet je zeggen. Maar ook de andere onderscheidingen die je gekregen hebt van bijvoorbeeld de KNVB. KNVB, lid van verdiensten. Ja, dat is ook heel bijzonder. Iets waar je met plezier op kunt terugkijken... En als je nog een maand verder bent en definitief hier verdwenen bent, tussen aanhalingstekens, dan kan je daar heel ontzettend fijn op terugkijken. Dat hoop ik en dat zal ook zeker zo zijn. Ik blijf supporter van de club en ze zullen me regelmatig bij thuiswedstrijden en misschien ook wel een enkele keer bij een mooie uitwedstrijd zien. Maar ik ga me niet meer beleidsmatig met de club inlaten. Met andere woorden, Heracles blijft nog heel lang bestaan onder de nieuwe voorzitter. Maar wat verwacht je van het nieuwe beleid? Het nieuwe beleid wat we hadden wordt gewoon voortgezet. Dat gaat allemaal met Nico-Jan Hoogma en Rob Toussaint als directie. Dan gaan we het nog professioneler doen. Nog professioneler? Daar moet wat gebeuren. Ja, maar... Er moet elk jaar wat gebeuren. Een club als Heracles Almelo mag niet stilstaan. En dat gebeurt er niet. Nee. We gaan lekker door. De club bestaat 114 jaar. En die moet nog tot in lengte van jaren successen behalen. Jan, wij wensen jou het allerbeste. Heel hartelijk dank voor alle samenwerking die we hebben gehad in de afgelopen 19 jaar. En heel veel geluk en succes door alle luisteraars en kijkers van AFM. Zeer bedankt. We gaan verder genieten.